Hoe gaat het nu eigenlijk met de Helmondse horecaondernemer? We zijn bij ze langs gegaan om te vragen hoe ze zich door deze tijd heen slaan. Nou, de impact van de maatregelen op mij persoonlijk is dat je, ja, het kwam als een bom binnen. Je komt eventjes toch in de bekende zwarte gat. Alleen ik ben zelf een heel positief persoon. En negatief denken, dan blijf je in het zwarte gat hangen. Dus ik ben heel snel de knop eigenlijk om gaan zetten. En toch gaan kijken naar de mogelijkheden wat wel kon. En naar oplossingen denken. En van daaruit zijn we gewoon verder gegaan. En dat heb ik wel gemerkt. Dat brengt mij veel meer dan op de bank blijven zitten. En maar zitten sippen. Dus zo zitten wij niet elkaar. En gewoon de borst vooruit en kijken naar de mogelijkheden. De hele coronamaatregelen worden eigenlijk... Op een gegeven moment heb je het idee dat je af en toe een beetje als een borderliner fungeert. Dus de ene keer gaat het beter dan de andere keer. Af en toe is het met volle moed er tegenaan. En de andere keer denk ik, waarom kom ik mijn bed nog uit? Want zo'n emotionele rollercoaster gaat het eigenlijk wel een beetje door. Ja, de impact van de maatregelen die we eigenlijk de afgelopen tijd gehad hebben, die waren behoorlijk groot op ons, met name op Christel en op mij natuurlijk. Wij verloren in één keer eigenlijk compleet onze broodwinning. Er kwam eigenlijk geen geld meer op de bank binnen, zeg maar. We konden geen salaris meer overmaken. Dat hebben we ook niet meer gedaan, want we wilden eigenlijk ervoor zorgen dat met name onze zaken zo goed mogelijk door kon draaien. En dat zo gauw als de lockdowns voorbij zouden zijn, dat we eigenlijk er ook weer goed uit zouden komen. Naarmate die lockdowns eigenlijk vorderden, werd dat wel lastiger natuurlijk. Want je verdient niks, dus dan moet je toch eigenlijk je ding doen met hetgene wat je binnen had gekregen. En dat was niet altijd even makkelijk. Wij zijn helaas volgens de regelgeving zijn wij in augustus 2020 begonnen. En dat is te laat om steun te krijgen. Dus wij krijgen helemaal geen steun. Maar we hebben een oplossing kunnen vinden dat we in december 2020 en januari tot en met april 2021 in ieder geval mijn personeel elders heb kunnen uitzetten. Dus we hebben toch onze uurtjes kunnen maken en daardoor ook aardig wat kosten kunnen dekken. De steun die we ontvangen hebben was aan de ene kant de NOW en aan de andere kant de TVL. Nou, de NOW dat was een loonsteun en de TVL dat is een steun voor je vaste lasten. Uiteindelijk de steun is niet afdoende om dat allemaal te kunnen betalen. Het heeft echt te maken met dat je een ander type bedrijf hebt. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld heel veel energiekosten omdat we in een monument zitten. Ja, dat wordt niet afgedekt door een TVL, want je krijgt niet één op één die steun. Dus we komen wel altijd aan zware tekort. Aan de andere kant zijn we wel blij dat we iets krijgen. Hè. Want zonder dat zou het alleen nog maar veel moeilijker zijn geworden. Ja, ik vind... teambelang en werkplezier heel belangrijk. Dus we proberen iedere keer toch iets te vinden om samen tot een bepaald doel te komen. En gewoon een simpel iets. We zijn gaan flyeren in de buurt en we hebben echt bewust in ieder geval een aantal buurten geflyerd. En het grappige is, uiteindelijk ziet onze kok, die zelf geflyerd heeft, een bestelling binnenkomen van net een straat die hij heeft geflyerd. En dan zie je toch de vreugde weer terugkomen en dat doet iedereen wel goed. Alleen je moet blijven vernieuwen, want iedere keer moet je toch weer een kleine berg bewandelen. We proberen het personeel ook betrokken te houden bij de zaak. Dat doen we door middel van zaterdagmiddagen bij elkaar te komen om te praten hoe het met iedereen gaat en wat voor hun effecten hebben voor de lockdown. De meeste van ons personeel hebben daarnaast nog een baan. Dus als we geen contact meer hebben, dan vloeien hun weg in hun eigen baan. En is interesse voor hier misschien ook minder te zoeken. Dus we proberen elkaar gemotiveerd te houden om straks na de lockdown toch weer gezellig met z'n allen verder te gaan. Ja, een van onze grootste zorgen die we hebben, dat is wel de motivatie van ons personeel. En ook ze houden, want dat is zeker in de tijd waar we in zitten. Veel mensen hebben toch afgehaakt in de horeca, terwijl het gewoon een van de mooiste vakken is die je maar kunt hebben. Maar veel mensen zijn afgehaakt helaas en ook wij hebben daar last van gehad. Het vervelende is dat
je moet mensen wel bezighouden. Want als ze thuis zitten alleen, ja, daar hebben ze niet voor gekozen. Dat is voor 2 weken leuk, dan hebben ze vakantiegevoel, maar daarna wordt het vervelend. En dan willen ze toch weer iets gaan doen. Ja, en we hebben inmiddels hebben we al 3 keer geschilderd en we hebben al 5 keer alles schoongemaakt. En we hebben weer alle vloeren gedaan en weer een keer geschopt en weer een keer dit en weer een keer dat. Maar het houdt ergens een keer op wat je aan werk hebt. We zijn wel voor bezig met bijvoorbeeld een heel jaar voor te bereiden. Dus op die manier probeer je ook wel je medewerkers aan de gang te houden. De kaart, de nieuwe kaart die eind van dit jaar weer komt. En de zomerkaart die we moeten maken. Maar ook voor moederdag, voor vaderdag. Al die dingen, daar zijn we nu mee bezig om dat te initiëren. De dingen ervoor te bedenken. Wij hebben ook gedaan, we zijn training aan het doen op dit moment. Hè. En dat is ook wel heel dubbel. Want aan de ene kant moet je daar geld voor uitgeven wat je eigenlijk niet hebt. En aan de andere kant, ja, wil je mensen gemotiveerd houden. Dus dat kost geld. Dat zijn wel dingen die wel dubbel zijn, maar ja, het houdt wel de mensen aan de gang. En we willen het team, want ik heb gewoon een gouden team, en dat wil ik ook hardop gezegd hebben. Die wil ik heel graag vasthouden voor de toekomst en daar moet ik wel ook iets voor doen. Ik denk als ik een factuur zou mogen maken naar Den Haag, ja, aangezien dat wij geen steun krijgen en dus alle kosten doorlopen, dan zou dat een behoorlijke factuur worden waarop onder andere ja, loonkosten, huur, verzekeringen, alle doorlopende kosten die wij hebben, ja, die zullen zij op een presenteerblaadje krijgen. Ja, wat veel mensen niet realiseren, hè, wij hebben aan kosten ongeveer iedere maand een kleine middenklasse auto. En dat is echt wel een heel bedrag dat we elke maand moeten ophoesten. Dus we hebben onder andere uiteraard de loonkosten en de inkomkosten, ja, die begrijpt eigenlijk iedereen wel. Maar ja, de huur die loopt gewoon door, de belastingen moeten gewoon betaald worden. En dat zijn allemaal toch wel best wel forse bedragen, terwijl we niks binnenkrijgen. Op dit moment zijn we al 10 maanden dicht. Wij zijn in augustus 2020 begonnen, vol goede moed. We zouden eigenlijk in juni al gestart zijn. Maar door de beperkte maatregelen vonden wij het verstandiger om augustus te beginnen. En dat heeft 10 weken geduurd. Vervolgens moesten wij 7 maanden gewoon echt dicht. Ze hebben wel wat kunnen afhalen en later bezorgen. Vervolgens zijn we weer een aantal maanden open gemogen. En ja, dit jaar in december moesten we wederom de deuren sluiten. Dus wij beleven een roerige tijd in Helmond. En we hebben nog geen één keer echt zonder beperkingen vol kunnen draaien. Het lastigste wat ik eigenlijk vind van alles is dat je geen toekomstperspectief geboden wordt. Er wordt iedere keer gezegd bij een persconferentie tot een bepaalde datum. En vervolgens krijg je weer een volgende datum te horen en dan weer een andere datum. En dus je werkt eigenlijk van datum tot datum en je weet niet wat er gaat gebeuren of wanneer je weer open mag. En je zit eigenlijk gewoon een beetje te wachten. Nou, gedurende de eerste lockdown hadden we eigenlijk een beetje een gejaagd gevoel, een beetje paniek. Toen moesten we eigenlijk heel snel van alles organiseren, want we wilden gaan bezorgen, we wilden heel veel dingen gaan doen. In de tweede lockdown was dat al anders, want die zagen we aankomen. Toen hadden we eigenlijk al heel snel een organisatie opgezet van hoe gaan we het bezorgen doen. Nou, dat is ook best wel succesvol geweest tot het moment dat we besloten om mee te stoppen. En de derde lockdown nu, ja, was er eigenlijk veel meer gelatenheid. We hadden eigenlijk veel meer het gevoel van ja, daar gaan we weer. Ja, we moeten het gewoon maar afwachten. Dus dat is wel het grote verschil tussen de 3 lockdowns en hoe we mee zijn gegaan. Wij moeten ook maar afwachten wat de overheid tijdens de persconferentie zegt. En wij weten het niet eerder als andere mensen. Alleen ze gaan er wel vanuit, want zodra de persconferenties eraan kwamen, was het waar, oh, wat gaat er gebeuren? Ja, is voor jullie net zo spannend als voor ons. Ja, kijk, als het nog langer gesloten blijft, om het dan vol te houden, mentaal, daar gaan we vanuit dat dat ook moet lukken, omdat we al in een hele zware tijd zijn begonnen. Dus we blijven dingetjes innoveren en we willen gewoon continu toch in de picture blijven. Maar financieel is natuurlijk zeker ook zo belangrijk. En dat zal de tijd uitwijzen. Maar ik moet zeggen, we hebben een zeer prettige huisbaas die ook meedenkt. Het personeel wat ik elders bereid is om te werken. Dus wij kunnen het in die zin nog wel een tijdje uitzingen. Maar ja, het is echt, je blijft dobberen. Ik probeer mezelf wel iedere dag nog een beetje te motiveren om toch
dingen te doen. Om het zeg maar, toch draaiende te houden. Ook al zijn we dicht, er kunnen altijd nog dingen gebeuren. We kunnen altijd nog dingen poetsen, kunnen dingen opruimen. We kunnen het altijd verbeteren. Maar we gaan er wel vanuit dat we na deze periode het ook weer kunnen oppakken. We zijn ook echt wel blij als we alle mensen dadelijk weer terugzien die ons ook een warm hart toedragen. En die hier ook komen genieten, want uiteindelijk dat is ons doel en dat willen we graag doen. En ik denk dat we in ieder geval gaan goed voorbereid de toekomst in. We hebben wel heel veel zorgen in ons hart, maar we hebben echt heel veel geloof in onze eigen kracht en passie. Dus ik denk dat we er eigenlijk op het eind van de rit gewoon heel goed uit gaan komen. En dat we mensen weer met heel veel plezier gaan verwelkomen. Ik hoop dat dit de laatste lockdown was. Of in ieder geval, ja, zodra we erop gaan, dat het de laatste lockdown was. En dat we vanuit de toekomst weer iets nieuws kunnen. Gewoon weer terug naar het oude normaal kunnen. En niet het nieuwe normaal. En dat mensen ook weer gewoon gewend raken aan elkaar een knuffel geven. Waar het eigenlijk in de horeca om draait. Gewoon de gezelligheid. Gewoon samen een drankje doen. Een beetje ouwehoeren. Nou, ik zou het de Helmonds mensen willen vragen, in ieder geval een beetje een challenge zou ik wel aan durven gaan. Want wat ik heb gemerkt is dat heel veel Helmonders graag gaan uit eten, de complete beleving willen meemaken. Maar dat er ook heel veel zijn die houden niet van afhalen of het thuis laten bezorgen. En die mensen die zou ik eens willen uitdagen, ga nu een keertje afhalen. Graag bij ons of bij een van onze collega's. Want het eten is gewoon echt goed en lekker, ook als we het thuis bezorgen. Dus daar zou een heel aangenaam iets zijn als heel Helmond toch blijft afhalen of het eten laat bezorgen. En vervolgens uiteraard, als we weer iets of wat open mogen, ja, de hele beleving erbij krijgen en dat ze dan weer de horeca gaan bezoeken. Ja, dus mochten we weer open gaan, kom gezellig langs voor een drankje, poelen, darten. Woensdagavond hebben we game night, dan kun je je eigen bordspel meebrengen of kaartspel. Dus dan kun je de hele avond gamen en verder gewoon slap zeveren. Maar kom, bezoek ons. Dat is eigenlijk hetgene wat de grootste oproep is die je kan doen. Heb af en toe ook een beetje geduld. In de zin van met de maatregelen die ook ons treffen. Uiteindelijk zijn wij net zoveel slachtoffer als iedereen. Dat betekent ook dat de maatregelen ons opgelegd zijn. Daar moeten we ons toch aan houden. En dat vraagt nou eenmaal af en toe wat scannen. En dat vraagt af en toe een vraag. Maar dat doen we niet omdat we dat zo graag doen. Dat doen we omdat we dat ook moeten. En dat we ook graag het gevoel willen geven dat we een veilige omgeving creëren voor iedereen die hier komt. En uiteindelijk is dat ons grootste goed. Daarvoor doen we dat. En we kunnen alleen maar hopen op iedereen zijn medewerking daarin en een beetje begrip. En dan zorgen wij dat iedereen hier ook een hele mooie tijd kan hebben. En daar hebben we echt weer ontzettend veel zin in. Onze ondernemers blijven ervoor gaan. Help ze door te bestellen en te bezoeken.